Hallo, alle mensels. Ik ga iets speciaals doen voor jullie. Ik ga in elk geval beginnen met even uitleggen wat ik ga doen. Ook proficiat met jullie onderste verjaardag of zo samen. Was het. Of ja, met jullie. Met wat dat er moet zijn. Kijk, het vermis dat jij dan toch gaat trouwen. Ah ja, dat was het. Met jullie huwelijk. Vermis dat jullie gaan trouwen, krijgen jullie van mij een bloemkool. Nu, wat ga ik doen met die bloemkool? Heel simpel. Of ja, niet simpel. Je weet, de bloemkool heeft het symbool van de... De vruchtbaarheid. Snapte dat? Kindjes. Nee, niet die van school, maar kindjes maken. Je weet hoe, hè. Als je het niet weet, wil ik je wel daar een ander filmpje over maken. Goed? Goed. Nu, wat ga ik doen? Ik ga die bloemkool verwerken naar iets heel moois. Ik heb dat ooit eens een keer gezien en ik wou dat ook graag eens proberen. Nu, ik raad niet aan van die bloemkool achter een hoop te eten, want weet je, ik zit er hier gewoon een beetje op te spijken en zo. Als je ze past, dus is nog goed. Maar wat ga ik doen? Wat had ik gezien? Ik had daar zo een bloemkool gezien met een babygezichtje in. En ik dacht aan deze babygezichtje. Er mis dat ik niemand ken die kan sculpteren. En ik zelf ook niet. Maar toch niet zoals dat het eigenlijk moet. Ga ik toch mijn best doen om het jullie te laten zien. Dan ga ik eraan beginnen. Zo. Hier kunnen jullie meekijken. Ja, ik moet even op mijn beeldje ernaast kijken. Dat beeldje naast. Van de camera. Kunnen jullie kijken... meekijken hoe dat we gaan zien dat we het gaan doen. Oké, dus dat is het gezichtje. Simpel. Dacht ik toch. Dus ga ik eerst eens beginnen met te kijken hoe dat ik dat ga doen. Ik ga een stukje papier halen om dat een beetje uit te trekken. Dat ik weet wat ik eerst ga doen. En dan... maar dan moet je gaan even wachten. Of ik zet de camera af en kom direct terug. Goed? Dat gaat in een ik en een tik geflikt zijn. Ik ben terug. Ik was weg. Ik was gaan papier halen. En een potlood. Een potlood, sorry. Dus wat ga ik doen? Ik ga eerst een keer kijken hoe, hè, wat ik moet gaan doen. Ik denk dat ik eerst ga het gezichtje zo ongeveer, zo, een beetje, hè, zo. Wat is dat een beetje? Oh ja, die gaat ook, zo. Nu ga ik in het gezichtje, zo. En die derde, andere stand. Dat zijn ook eens, we zijn hier. Een neusje ligt daar ook nog eens. Zo, een mondje staat zo'n beetje omhoog. Oké. We zullen er maar aan beginnen. Wat ga ik doen? Nee, loop uit. Dat is net een losjes. Dat is niet gemak. Moet je daar. Zo. Zo. Dit is gewoon mis. Kom eens hier. Ga eens lekker. Zo, alstublieft. Speciaal voor mij, voor jullie. Succes ermee. En hopelijk ziet hem er zo goed uit als in deze. Nog vele jaren samen met jullie drietjes. Tot ziens en bedankt voor de uitnodiging.
Zo, Annelien en Wim. Ik weet het, ik had uw namen wat verkeerd gezegd. In het begin. Ja, geluk dat Ragna erbij was, dat hij het mij heeft gezegd. Het einde van de film. Nee, die film die is niet helemaal klaargeraakt voor het aan jullie persoonlijk te geven. Maar dat gaan we op deze manier doen en dat filmpje versturen via het internet. Goed, nu, ik weet het, die bloemkool was niet goed. Mijn vrouw zei dat ook. Ragna is mijn vrouw, dat weet je wel zeker. Dan heb ik het maar op deze manier gedaan. Maar ik kan ze niet geven, want tegen dat je ze krijgt, is ze rot. We gaan ze lekker zelf opeten. Maar dat dacht ik jullie te geven. Je weet wat de bedoeling is van een bloemkool. Zoals de ooievaar. Maar die is gaan vliegen. Vandaar. Mijn dochters daar... Wacht, dat is moeilijk om te wijzen voor de camera. Dat is... Wie is dat nu weer? Isa, ja. En dan heb je daar... De ander. Nena. En die hebben nu ook nog iets te zeggen. Misschien dat ze één voor één voor de camera komen staan. Zo, en dat ze dan... Iets... Dikke proficiat voor met jullie huwelijk. Gefeliciteerd voor jullie huwelijk. Goh. Van mij ook. Bye bye.